die met oude tekens versierd was. En de mysterieuze lantaarn die de zwijgende ogen had gekend. Hij vroeg zich af wat de beduiding van deze geschenken zou kunnen zijn. Was de ketting misschien van Nana en zou de paarden de weg naartoe kunnen wijzen? Tijn werd nerveus. Hij moest erachter komen. Snel bedankte hij zich bij de ogen en ging op weg. Thank you.
tegenover elkaar. Ze betekenen allebei veel voor ons, maar als één van hen de overhand krijgt, is de ander machteloos. Het is een eeuwige strijd die vandaag moet worden beslecht. Help u mee om de winnaar te bepalen en ondersteun uw team. Ik verzoek nu de linkerhelft van de hal, de man met zijn paarden te begroeten, die voor het vertrouwen in het strijdperk treedt. Geef de begroeting een daverende paus aan. Het is van Fonfio. Vriendelijk dank. En nu vraag ik de rechterhelft van de arena begroet met een nog veel luider applaus. De man met zijn paarden die het opneemt voor de twijfel. Begroet alsjeblieft uit volle borst. Het is van Fonfio. Thank you.
de reis van Tarin door de wereld van zijn fantasie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
koortsachtig om de wens Naya te vinden en hoe hij erin zou kunnen slagen het noodlot te vertrouwen. Thank you.
Ja.